27 maart, 30 jaar geleden, ontstond Radio Westerwolde, oftewel RWW. En sinds 25 jaar zitten ze hier aan de P. Rinsemastraat in Vlagwedde. En ze hebben feest. 30 jaar bestaan. En we gaan eens even binnen bij ze kijken, bij de open dag. Na het zingen van het Grunnigs Volkslied hielden wethouder Ginilut van de gemeente Westerwolde en burgemeester Jaap Kuin van de gemeente Pekela een openingswoord. Zij benadrukten hoe belangrijk de radio-uitzendingen zijn voor het uitzendgebied. Ja, 30 jaar Radio Westerwolde. Begonnen ooit in de Boldeborg. Dat was mijn eerste kennismaking met Radio Westerwolde. In een klein kamertje. Ik herinner mij dat het erg donker was. Ik weet niet of dat zo is, maar er was weinig daglicht in ieder geval. Het was niet zo'n mooie studio als wat we nu hebben boven. Maar een prachtig appartement. En daar is het allemaal begonnen. Het was behelpen. Maar wie had toen ooit kunnen vermoeden dat dat kleine kamertje zou worden tot een volwaardige streekomroep die belangrijk is voor de hele regio. De omroep voor Westerwolde en Pekela, maar veel verder. Want de hele regio luistert mee. Inmiddels ook de samenwerking met RTV Co uit Winschoten onder de gezamenlijke naam Groningen 1. Radio Westerwolde. Voor mij een begrip in Pekela. Ik ben natuurlijk nu een jaar of 8 in Pekela. En ik weet dat een aantal jaar geleden kwam de discussie, moeten we doorgaan met Radio Westerwolde of met RTV 1? Want ineens kwamen twee omroepen die vochten om de gunst van Pekela. Nou, ik heb nog nooit zoveel mensen die mij appten, mailden, belden van, oh, ze moeten blijven, want denk aan de bingo en allerlei activiteiten die er waren. Ja, dat zegt u, dat zijn soms hele kleine dingen die je niet altijd ziet, maar die zijn blijkbaar heel erg belangrijk. Er is toen met een duidelijke meerderheid in de gemeenteraad, een hele grote meerderheid, gezegd, nee, we gaan gewoon door met Radio Westerwolde. Dat is onze omroep voor Pekela. En daar ben ik nog steeds heel blij mee. Bij elke verjaardag hoort natuurlijk taart. De eer was aan wethouder Ginilut en burgemeester Jaap Kuin om deze te mogen aansnijden. Nou, ik vind het wel fantastisch. Maar verdorgen stonden we hier omdat Radio Westerwolde natuurlijk 30 jaar bestaat. 30 jaar Oremolden, dat is nog zeer, maar wie ons ook voor met mijn koor. Kist u die zelf nog erin, die eerste televisie, of die radioprogramma deze team uit? Ja, mijn eerste kennismaking was overigens in 93 bij Radio Westerwolde, waar ik zo voor een interview kwam. Mm-hmm. Ik heb geen idee meer waarover, maar ik wou dat ik door een kombertje kwam, een leukje kombertje wat nogal duister was. Ja. En toen vond ik dat wel spannend, hoor, de eerste maal. Jon Laak op Sotterdagmeurden. Eerst zei Jannie de Vries was er om 9 uur. Mm-hmm. Met die verdoordse en om 10 uur zat ik hem al aan knijen met ondernemers, met anderen. Altijd hele mooie gasten. We kunnen terugkijken naar het verleden, maar toen zei ze ook van, we hebben nog een toekomst. Hoe zus de toekomst van Radio Westerwolde? Nou ja, die toekomst mag in ieder geval open met Radio Westerwolde. We kennen nooit zonder Radio Westerwolde. En als ik ook kijk naar de website van de Radio Westerwolde, de Facebookpagina met name. Westerwolde Actueel, ja, die wordt zoveel bekeken. En dat durft ook mensen nou zeggen, dat is een begrip worden. Jij stond op Westerwolde Actueel. Hoe belangrijk is radio voor jouzelf persoonlijk? Heel belangrijk. Ik word 's ochtends wakker, het eerste wat aangaat is de radio. Ik stap in de auto, ga de radio aan. En ik zal je vertellen, zelfs op het werk, als ik in het rustig moment zit te lezen of te schrijven, dan heb ik nog de radio op de achtergrond. Je zei zelf al dat Radio Westerwolde is belangrijk voor de mensen. En vooral ook voor Pekela. Pekela is natuurlijk later bij de radio gekomen, omdat Pekela een andere gemeente was. Die is aangesloten. Wat weet jij daar nog van? Nou, daar weet ik niet zo heel veel van. Ik weet alleen dat we wel toen heel doelbewust gekozen hebben voor Radio Westerwolde. Omdat dat eigenlijk heel goed paste qua kleinschaligheid en het soort organisatie die jullie waren. Maar ook de dingen die jullie doen. Hè? De beroemde bingo's. Dus eigenlijk wat jullie heel goed doen. Ouderen wonen langer thuis. Eenzaamheid dreigt om de hoek op de loer te liggen. Ja, en dan is radio soms een heel belangrijk instrument om toch nog contact te houden met de buitenwereld. Om ook gewoon leuke dingen te doen. En dat hebben jullie als geen ander voldoen aan die voorwaarden. Na de opening konden gasten en andere belangstellenden deelnemen aan rondleidingen door verschillende ruimtes van het studiogebouw. Waar ze konden zien hoe de vrijwilligers elke week hun programma's maken.
vandaag 25 maart. We duiken in de geschiedenis van 25 maart. Wat gebeurde er en welke bekende mensen vieren vandaag de verjaardag? We zijn begonnen aan de andere kant van Vlachtwedde. Mm-hmm. In de Boldeborg. En daar hebben we 5 jaar gezeten. Toen geen gebouw aan de vlakte. En toen zijn we in dit gebouw gegaan, waar mm-hmm. we nu zitten. Aan de Dr. Per Rinsemaster. Heel lang, dus al 25 jaar. 25 jaar, ja. Dat is best ook een jubileum, ja. Ja, dat is een poosje, ja. Ja, precies. Hoe ging dat toen? Want ik weet nog wel dat de ministerie zei, ja, er mogen nu lokale omroepen komen. Maar dat was niet zo 1, 2, 3 geregeld. Hoe ging dat? Daar weet ik helemaal niks van. Nee. Ja, je krijgt een handleiding van destijds de OLON, overkoepelde organisatie lokale omroepen. Mm-hmm. Ja, daar moest je het mee doen. Hoe werkt dat dan technisch? Je bedenkt iets, je hebt een programmaatje, een handleiding, zeg je. Maar dan? Hoe formaliseer je dan zo'n hele radio? Ja, uiteindelijk hadden wij natuurlijk wel wat ervaring met mengpaneeltjes en cassettedekjes en dat spul. Dus dat was aan zich allemaal niet zo moeilijk. Mm-hmm. Dat was allemaal wel te realiseren. Maar goed, formeel moest er heel veel geregeld worden. We hebben een stichting opgericht, moesten een stichtingsbestuur in, er moest geld bij. We moesten ruimtes hebben, leningen bij de bank afgesloten, anders kun je niet starten. Nee. Moest apparatuur aangeschaft worden, moest antennemasten geplaatst worden, moesten vergunningen voor. Dus in het begin heeft dat best wel heel veel voeten in de aarde gehad. Mm-hmm. En toen we alles zo'n beetje voor elkaar hadden, dat we dachten van nou, nu kunnen we het wel. Toen kwamen we er eigenlijk achter dat we niet voldoende personeel hadden. Oh, ja. Om alles goed in te vullen. Je wil natuurlijk wel een dagprogrammering maken. En toen was in Stadskanaal had je de LOK, lokale omroep Kanaalstreek. Mm-hmm. En bij die omroep daar, op een of andere manier is daar iets gebeurd en daar barstte toen de bom. En daar zijn heel veel vrijwilligers weggegaan. En die zeiden, oh wacht even, wij willen toch graag radio blijven maken. Mm-hmm. En in Vlachtwedde zijn ze bezig met oprichten van een lokale omroep. Misschien kunnen we daar wat mee. Dat kwam eigenlijk heel mooi uit. Uiteindelijk viel dat heel mooi op zijn plek. Sibranders gaan nu presenteren, dus we moeten even stil zijn. Tom Petty, A Face in the Crowd. En daarvoor draaiden we muziek van eigen bodem trouwens. De Dijk met Bloedend Hart. We begonnen met de boss Bruce Springsteen. Maar hoe is dat moment voor jou om terug te kijken naar 30 jaar oprichting of bestaan? Ja, met een heel trots gevoel eigenlijk. Ja? Want is toch behoorlijk wat bereikt in die 30 jaar. Wat vind jij nou het lekkerst om te doen nog steeds? Live radio maken, dat is het allermooiste. Dat doe ik niet zoveel meer, maar dat is wel het allermooiste. Ja. Reacties direct van luisteraars. Ja, er belde net ook iemand. En je nam niet op, wat kon het nou? Nou, we zijn niet bezig met interviewen. Oh, kan ik niet doorheen gaan kletsen. Netjes, weer. Ja, we zijn prof bezig. Ja. Wat betuigt RTR Radio Westerwolde voor die persoonlijk? Ik ben er per ongeluk ingerold en ik dacht van, oh, dat lukt nooit. Maar inmiddels ben ik de 26 jaar bij. En als je al een keer besmet bent met dat radiovirus, kom je er bijna nooit meer vanaf. Nee, hè? Maar dat wist ook nooit toch? Nee, het is gewoon heel leuk. Ja, het is hartstikke leuk. Hoe is het begonnen? Ik ben begonnen bij een religieus programma, Muziek voor het Hart op Morgen Hoomt. Mm-hmm. En dat heb ik heel veel jaren gedaan. En toen kwam Dieven Doortje erbij. Oh ja, het Grunnersprogramma, dat heb ik 16 jaar gedaan. En toen op een gegeven moment stopte Henk van der Meer met het programma Wiener Melange. Dat is een licht klassiek muziekprogramma. Dat deed Kees Thomassen in het verleden. En toen had Henk van der Meer het overnam. En al de teksten die Henk schreef met, die mogen we weer gebruiken. En die heb ik wel bewaakt. En muziek er weer op naar bezorgd. Dus dat doe ik elke zondag meer. Is die liefde voor licht klassiek toch ook een beetje begonnen? Ja, nou, dat was altijd al wel zo. Hoe druk is dat om je met 3 programma's bezig te houden? Of doe je dat gewoon per stuk? Nee joh, ik heb 3 programma's gedaan. Ik doe maar 1 programma. En dat is muziek uit het leven van. Dat houdt in dat een gast mij zijn of haar 12 favoriete nummers opstuurt. Mm-hmm. En dan daar een verhaaltje bij doet of de herinnering bij die muziek. Jouw begonnen met Nederlands, bekende Nederlands toch? Dat is uit het leven van. Oh. Dat klopt. Het is wel in het leven van. Ik zit in het leven van. Ja, dat klopt. Het is ook in jouw leven van. En hoe lang doe je dit programma al? En dit programma doe ik een jaar. Maar uit het leven van, dat heb ik heel veel jaren gedaan. En ik heb heel veel artiesten heb ik mogen interviewen. Ik ben zelfs in Hilversum geweest voor Irene Moors. Heb ik geïnterviewd. En ik heb zoveel bekende mensen gehad. Ik heb hier een boek liggen, maar ik weet niet 1, 2, 3 hoeveel. Ferry? Ja, ben ik klaar voor. Ja, jullie hebben spraakjes, dus jullie hebben alle nummers. Nummer 8 en 5. Een van de paradepaardjes van de omroep is de Radio Bingo, die elke zondagavond wordt gespeeld. Speciaal voor deze dag werden er enkele rondes live bingo gespeeld, waarbij leuke prijzen te winnen waren. Nummer 51. Bingo.
Er was ook een demonstratie van de website van RTV Westerwolde, genaamd Westerwolde Actueel, waar Bas Sijpkes medeoprichter van was. Ik was een fervent Radio 1 luisteraar en wij willen eigenlijk actualiteitsprogramma beginnen op Radio Westerwolde. In het weekend was er wel wat, brunchroom. Maar echt een beetje Radio 1-achtig actualiteitsprogramma. Daar zijn we mee begonnen. En Radio Westerwolde is wat dat betreft echt een speeltuin voor mij geweest. Leuke instartjes van politiewoordvoerders en interviews hier in de studio, telefonisch met wethouders, boze burgers, noem maar op. En op een gegeven moment dachten we, ik zat heel erg in de internethoek, werkte ik. We gaan een programma-site maken waar we de items op gaan plaatsen. Westerwoldeactueel.nl. Was heel basic in het begin en langzaam groeide dat. En dan gingen we ook nieuws publiceren. Kwamen er mensen bij die de activiteitenkalender daar gingen onderhouden. Redacteuren, mensen die fotoreportages gingen maken, et cetera. Mm-hmm. Ja, en dat was het begin van het huidige Westerwolde Actueel. Ik hoorde dus van Jan de Vries dat er heel veel kijkers zijn, hè? In de miljoenen geloof ik. Ja, ik ben een tijdje weg nu, 10 jaar alweer. Volgens mij 3 miljoen bezoekers per jaar, dus dat is wel heel leuk om te horen. En het is ook heel erg vervlochten nu met Radio Westerwolde. Het was eerst echt een programma van Radio Westerwolde. En volgens mij als je nu naar radiowesterwolde.nl of rtvwesterwolde.nl gaat, in mijn tijd nog Radio Westerwolde, dan kom je op Westerwolde Actueel. Ja. RTV Westerwolde en RTV Gemeente Oldambt werken al een paar jaar samen als Groningen 1. De tv-afdeling was ook aanwezig om de werking van een autocue te laten zien. RTV Westerwolde viert op 25 maart zijn 30-jarig bestaan en doet dat met een open dag voor een breed publiek. De studio aan de P. Rinsemastraat 7a in Vlagtwedde is die dag van 10 tot 4 uur in vol bedrijf. En medewerkers staan klaar om de belangstellenden de vele facetten van het maken van radio en tv en het onderhouden van een veelbekeken website te tonen. Gedurende de gehele dag zullen de radioprogramma's live worden uitgezonden. Begonnen in 1993 als lokale radiozender voor de toenmalige gemeente Vlagtwedde, gevestigd in een appartement in het verzorgingstehuis De Boldeborg. Ontwikkelde de omroep van Oost-Groningen zich tot een volwaardige streekomroep voor Westerwolde en Pekela. Met momenteel een dagprogramma in samenwerking met RTV gemeente Oldambt. Van 9 tot 6 uur 's avonds en maandag tot en met vrijdag. Dit onder de gezamenlijke naam van Groningen 1. In de avonduren en het weekend zijn het de ruim 90 actieve vrijwilligers. Die zeker met verveerd aanbod in de lucht houden. Naar de toekomst toe wil RTV Westerwolde zich richten op het werven en het opleiden van vrijwilligers met een speciale aandacht voor jong en aanstormend talent. Het uitbreiden van het aantal tv-uitzendingen in samenwerking met RTV gemeente Oldambt. En het optimaliseren van het gebruik van bestaande en nieuwe mediakanalen als video, audio, on-demand, kabelkrant en moderne social media als Facebook, Twitter en Instagram. Weet je ook weer hoe dat vakje gewoon heet? Autocue. Ja, wat goed. Autocue voorlezen. Ik ken het. Ik ken het alleen van televisie, dat je mensen ziet dat dan wat gezegd wordt. Ja, ja, ja. Dus, en jullie doen ook televisie. Ja, we doen televisie. Ja, wij doen vooralsnog zeg maar bij Radio A, alleen radio. Alleen radio. Maar we willen op termijn gaan we misschien ook wel over het op televisie. Ja.